mensen, dank jullie wel dat jullie er zijn. Dit is het derde March Against Monsanto event in een jaar tijd. En ik vind het super dat jullie hier weer allemaal staan. Ik ga heel kort even vertellen waar we voor staan als werkgroep Mama Eet Wat Je Weet. Waarom we deze events organiseren. Het is eigenlijk ontstaan als de March Against Monsanto. En Monsanto is, zoals de meesten van jullie wel zullen weten, een agrochemisch landbouwbedrijf. Dat betekent dat ze producent zijn van genetisch gemanipuleerde zaden, normale zaden en bestrijdingsmiddelen. Nou, zij zijn niet het enige bedrijf dat deze dingen doen. En de March Against Monsanto is eigenlijk de March Against Monsanto & Co. Er zijn nog 5 andere bedrijven die basically precies hetzelfde doen. Het zijn Bayer, Dow, DuPont, BASF en Syngenta. En deze 6 bedrijven samen bezitten 53% van de zadenmarkt wereldwijd. Dus meer dan de helft van de wereldwijde landbouw wordt gecontroleerd door deze bedrijven. Nou, dat is een probleem, omdat deze bedrijven een heel onethisch beleid voeren. Ze gaan basically over lijken om winst te maken. En ze schaden daarmee de gezondheid van mensen, dieren en het milieu. Nou, een kleine greep uit de dingen die ze doen. Aan de ene kant doen ze aan landroof. In Zuid-Amerika zijn heel veel mensen die door gewapende guerrilla's van hun land worden gejaagd, zodat dat land vervolgens naar grote multinationals kan gaan. Verder patenteren ze hun zaden. Dus dat betekent dat ze letterlijk zeggen, wij hebben een intellectueel eigendom op moeder natuur. En iedereen die onze producten gebruikt, moet daar heel veel geld voor betalen. Ieder jaar opnieuw. Want die zaden zijn zo gemaakt dat ze niet automatisch nieuwe zaden produceren. Dus ieder jaar moeten er opnieuw zaden worden gekocht. En als er per ongeluk 1 zaadje van Monsanto op jouw land waait, dan moet je daar geld voor betalen. Nou, verder voeren ze dus heel veel rechtszaken tegen boeren om die patenten en om zoveel mogelijk geld binnen te slepen. En ze hebben ook een hele grote invloed op het politieke en wetenschappelijke beleid. Deze multinationals hebben ontzettend veel geld en die kopen gewoon hun invloed in de politiek, in het handelsbeleid, in het landbouwbeleid en ook in de wetenschap. Nou, dat is dus iets waar wij ons tegen uitspreken. Voedsel is van iedereen en het moet niet zo zijn dat een paar multinationals die zich aan geen enkele regel houden, de dienst uitmaken wereldwijd. Nou, het tweede ding waar we tegen zijn is specifiek tegen genetische manipulatie als techniek in de landbouw. Genetische manipulatie is letterlijk de genen van 1 soort worden ingebracht in een andere soort. En het is eigenlijk heel onduidelijk of dat wel veilig is. De bedrijven die dit doen, die doen zelf hun veiligheidsonderzoeken. En die zijn bedrijfsgeheim. Dus die mogen niet ingezien worden door andere wetenschappers of door burgers. En het wordt dus eigenlijk totaal niet gecontroleerd. Overheden maken op zich wel veiligheidsregels over deze producten, maar zij baseren hun veiligheidsonderzoeken op de onderzoeken van de producenten zelf. En het is natuurlijk logisch dat die producenten het zo presenteren alsof het veilig is, want zij kunnen er heel veel geld mee verdienen. Nou zijn er ook wel onafhankelijke wetenschappers, wereldwijd, die onderzoek hiernaar doen. En die komen heel vaak tot best wel schokkende conclusies, namelijk dat het helemaal niet veilig is. Dieren ontwikkelen kankertumoren, krijgen chronische ontstekingen door het eten van genetisch gemanipuleerd voedsel. En het probleem is een beetje dat deze onafhankelijke wetenschappers geen serieuze stem krijgen in de media en in de bredere wetenschappelijke community. Omdat wetenschappers die voor bedrijven werken heel veel invloed hebben en eigenlijk doelbewust de reputatie van onafhankelijke wetenschappers proberen te schaden. Dus heel veel mensen gaan ervan uit, nou ja, als de wetenschap zegt dat het veilig is, dan zal het wel zo zijn. Maar de wetenschap is in dit geval dus helemaal niet zo objectief als dat wij denken en dat we eigenlijk zouden willen. Nou, een derde punt wat deze bedrijven doen waar wij tegen zijn, is dat ze heel veel verschillende pesticiden produceren. Dat zijn giftige bestrijdingsmiddelen en die vervuilen eigenlijk de bodem, het water en zijn ook niet goed voor mens en dier, want die giffen komen in het voedsel terecht. Nou, er is dit jaar een onafhankelijk onderzoek gepubliceerd dat uitwijst dat pesticiden nog eens 2 tot 1000 keer giftiger zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Dus eigenlijk komt het erop neer dat wij van Mama tegen een aantal dingen zijn. We zeggen we willen geen genetische manipulatie in de landbouw. We willen geen macht voor bedrijven met onethische strategieën. We willen geen gebruik van chemische pesticiden in de landbouw. En ik neem aan dat jullie daarmee eens zijn, want daarom staan jullie hier. Nou, is het niet zo dat we alleen maar tegen iets willen zijn. We willen ook heel graag voor iets zijn. En daar hebben we afgelopen jaar zelf heel veel energie in gestoken om te kijken, hoe kan het nou anders? Zijn er positieve alternatieven
voor deze grote multinationals en voor de gentechnieken die zij gebruiken. Want zij claimen dat hun technieken nodig zijn om de wereldbevolking te voeden. Nou, dat is iets waarvan wij allemaal meteen dachten, dat klopt niet, dat is wel een hele mooie PR-campagne. En dat blijkt inderdaad ook niet te kloppen. Er is gewoon genoeg voedsel wereldwijd. Iedere dag, vandaag de dag, wordt genoeg voedsel geproduceerd om 12 miljard mensen te voeden. Hoe komt het dan dat er nog steeds honger in de wereld is? Het probleem is dat het voedsel niet goed wordt verdeeld. Een heel groot deel, tot 40%, wordt weggegooid. De boer gooit voedsel weg omdat het er niet mooi genoeg uitziet. Voedsel wordt over hele grote afstanden getransporteerd, waardoor het deels bederft. De supermarkten gooien dingen weg, de consumenten gooien thuis dingen weg. Kortom, verspillen een heel groot deel van het voedsel wat we produceren. Een groot deel gaat ook nog eens naar de veestapel. En die eten veel meer voedsel dan dat ze leveren met hun vlees. En basically zou je dus kunnen zeggen, we hebben het helemaal niet slim ingericht in onze voedselketen. En dat kan gelukkig anders. En daar hebben we Monsanto en hun gentech helemaal niet voor nodig. Wat wij hebben ontdekt, is dat er eigenlijk één groot positief alternatief is voor de landbouw. En dat valt onder de noemer agro-ecologie. En agro-ecologie zou je eigenlijk duurzame landbouw kunnen noemen. Er zijn heel veel vormen waar je aan kan denken die daaronder vallen. Kringlooplandbouw, biologische landbouw, biologisch dynamische landbouw, permacultuur. En al deze alternatieven hebben gemeen dat ze samenwerken met de natuur. Dat ze respect hebben voor de dieren, voor de bodem. En dat ze de energie, het water en de grondstoffen die ze gebruiken zo slim en effectief mogelijk verbruiken. Dus dat ze zoveel mogelijk een kringloop vormen en bijna niks verspillen. En daarbij ook in hun handel heel slim kijken van hoe kunnen we zoveel mogelijk lokaal produceren en waar kunnen we wereldwijd uitwisselen wat er nodig is. Wij hebben ontdekt dat er dus heel veel mensen bezig zijn met dit positieve alternatief. En daar zijn we heel erg blij mee. Ook internationaal wordt er wel ingezien dat het heel belangrijk is. De VN heeft onlangs een rapport uitgebracht dat geschreven is door 60 internationale wetenschappers. En dat heet Make Agriculture Sustainable Now, Before It's Too Late. Dus er zijn heel veel mensen die de noodzaak inzien van een omslag in de landbouw en een omslag in de manier waarop we met voedsel omgaan. Het probleem is alleen dat de bestaande structuren van overheden en grote investment funds deze noodzaak nog niet zo zien en vooral het oude model ondersteunen en subsidiëren. Daarom is het zo belangrijk dat wij als burgers die hiermee bezig zijn deze nieuwe alternatieven steunen. En dat doen we door hun producten te kopen, door te ontdekken wat er allemaal gaande is, door andere mensen erover te informeren. Er zijn heel veel leuke crowdfunding initiatieven. En op die manier kunnen we deze nieuwe beweging steunen en echt verankeren in een structuur, waardoor we kunnen gaan zorgen dat onze hele maatschappij weer op een gezonde manier aan het voedsel komt. En eigenlijk zou je deze omslag kunnen samenvatten onder de noemer From Corporate Control to Food Democracy. Dat is wat we willen. Nou, ook een heel... Precies. We gaan ook delen verderop op de voedselketen. Thank you. Er zijn ook delen verderop in de voedselketen waar mensen bezig zijn met nieuwe dingen. Er zijn mensen die bezig zijn met zelf voedsel verbouwen, biologisch moestuinieren en permacultuur. Er zijn mensen die groente- en voedselcollectieven opzetten en zich daarbij aansluiten. Dus die halen hun biologische voedsel direct bij de boer, waardoor het een stuk goedkoper en betaalbaarder is. Er zijn mensen die hun best doen om te leven zonder afval, dus zo min mogelijk voedsel met verpakkingen te kopen. Er zijn allerlei dingen die je in je dagelijks leven kan doen om de zaken te verbeteren en bij te dragen aan deze omslag. En eigenlijk is het meest simpele wat je kan doen, komt neer over, denk na wat je koopt. Stem met je portemonnee. Weeg je keuzes tegen elkaar af en doe binnen de mogelijkheden die je hebt, doe gewoon wat je kan om de beste optie te kiezen voor mensen, dieren en het milieu. En daarbij moet je eigenlijk heel creatief zijn. Biologisch voedsel is relatief duur voor de meeste mensen, dus dat kan een belemmering zijn. Maar er zijn toch heel veel mogelijkheden waarop je nog steeds een beetje biologisch kan eten. Je kan in je balkon of in je achtertuin heel makkelijk zelf je eigen biologische sla kweken. Je kan voedsel delen met buren, je kan dus meedoen aan voedselcollectief, waardoor het een stuk goedkoper wordt. Je kan lokale producten kopen, ook al zijn ze dan niet biologisch. En dit lijken misschien allemaal hele kleine stappen, omdat het over zulke grote wereldwijde dingen gaat. Maar die kleine stappen die wij met z'n allen ondernemen, die kunnen wel degelijk de wereld veranderen. Elke nieuwe kritische consument die erbij komt en elke boer die weer opnieuw zijn eigen zaad gaat gebruiken in plaats van het zaad van grote multinationals, die plegen in feite een daad van verzet. En al die vormen van verzet die zijn zich in toenemende mate aan het verbinden en dat kunnen hele sterke bewegingen worden die wel degelijk de hele maatschappij op dit gebied kunnen veranderen. Dus,
Laten we van voedsel, wat in feite gewoon een basisrecht voor iedereen is, weer een lokale gemeenschapspijler maken en op grote schaal datgene uitwisselen wat slim is om uit te wisselen. Op die manier verbinden we ons met elkaar en met de wereld op een duurzame en een rechtvaardige manier. Dank jullie wel. Wow, dankjewel Tosca, dankjewel. Terug naar de basis dus, dat is het belangrijkste boodschap.